Sophie. Mijn naam is Romy. Ik ben Suus. En wij zijn Coke Fresh Cakes. We hebben vandaag een groen thema. Een van ons gaat erachter komen wat je kan doen met Coca-Cola flessen. En de ander gaat indoor bodyboarden met een groene twist. Maar wie gaan we verrassen? Ja, wie gaan we verrassen vandaag? De eerste, dat is Brit. Ze is 16 jaar, ze komt uit Woubrugge. Ze gaat graag shoppen, houdt van uitgaan en ze recycelt netjes. De tweede is Julia. Ze is 20 jaar, komt uit Landsmeer. Ze houdt ontzettend van YouTube en do-it-yourself video's. Maar eerst... Spin de bottle! En we hebben een speciale gast en hij komt er nu bij! Oké, degene op wie de bottle komt gaat naar Julia en gaat dus ook mee met Sam. Met mij. Oké. Spin de bottle, spin de bottle, ja! Hoi, ik ben vandaag in Woubrugge en ik ga vandaag Brit verrassen omdat zij ontzettend groen is. En zij recycelt ook haar afval, dat heb ik gehoord van haar zus, die ook op het plot zit. En we gaan vandaag inbreken. Oh, dit is heel leuk. Familie Straathof. Hallo! Hoi! Hoi, Romy! Hoi, Brit. Hallo! Ik heb gehoord dat jij je afval scheidt. Mag ik dat zien? Ja. Hoe doen jullie dat? Waar is dit voor? Dit is een normaal afval. Ja. En dit is ons plastic afval. Wat goed, wat vet. Ja. En omdat jullie dat doen, ga ik je vandaag verrassen. Oh, leuk. Ben je mee? Ja, tuurlijk. Yay! Daaah! Hey! Sam is vandaag mijn Fris Chick. En wij staan hier in het park om Julia te verrassen. Want die denkt dat ze heeft afgesproken met een vriendin. Maar die helemaal niet. Nee. Want wij zijn er. En volgens mij heb ik haar daar al gezien. Dus let's go! Laten we gaan! Hoi, nou wij zijn van de Coke Fresh Chicks. Jij hebt hier met Kim afgesproken, ja. Maar nou, die is er helemaal niet. Nee, we hebben namelijk deze jas voor jou. En we gaan iets superleuks doen, dus kom mee. Oké. Okay. Ja? Kom maar, het is oké. Je kan dit. Hey Julia, vertel eens wat over jezelf. Nou, ik studeer taal en communicatie. En in mijn vrije tijd maak ik YouTube video's over kleding, make-up en soms DIY's. DIY's zei jij toch? Ja. Nou, dat komt goed uit, want wij gaan vandaag cola flessen ombouwen tot iets nieuws. Oké. Okay. Ja, dat is wel wat. Heb je er zin in? Ja. Ik ook. Ja, jij ook? Ja. Nou, dan gaan we gewoon gelijk. Welkom in de slag! Ja, wij gaan vandaag lekker technisch aan de slag. En ik ga je laten zien dat je deze flessen prima her kan gebruiken op een leuke, inventieve manier. En daarom gaan we een paar lifehacks uitvoeren met deze fles. Ja, de eerste lifehack die we gaan doen, dat is een schuimmaker maken. Wat heb je daarvoor nodig? Een pakje met sop en een sok en deze fles en, om niet te vergeten, een mes. Julia, we gaan beginnen. Je moet als eerste het labeltje eraf halen en dan op die lijn gewoon oversnijden. Zo, dit is eraf. Sok eromheen. Erin duiken en blazen maar. Blazen. En dan krijgen we onze... Nee, schuimmachine! Nou, wat leuk dat je met me mee wil. Ja, maar leuk. Voordat we gaan, wil ik je even wat beter leren kennen. Dus kan je vertellen wie je bent en wat je hobby's zijn en wat je doet in het dagelijks leven? Ja. Ik ben Brit en ik ben 16 jaar en ik woon in Woubrugge. En ik ga in Alphen aan de Rijn op school. Ik zit in mijn examenjaar op VMBO. En ik hou erg van muziek en van sporten. Nou, we gaan vandaag iets superleuks doen. En ik ga je vertellen wat we gaan doen. Namelijk, indoor surfen! Oh, dat is wel echt heel vet. Ja, super vet. Ik heb er heel veel zin in. Dus kom mee en dan gaan we super coole dingen doen. Hoi, hoi. Romy. Hoi, Ivor. Hoi, Brit. Hoi, Ivor. Nou, vet. Jij kan ons vertellen wat we gaan doen. Yes, zeker. We gaan vandaag bodyboarden hier. Vet. En ik heb gehoord dat jullie dus het water recyclen. Hoe werkt dat? Inderdaad. We hebben hier achter ons een heel groot meer. En daarvan wordt gewoon het water van buiten naar binnen gewoon gepompt en dan wordt het ververst. En dan gebruiken we dat daar bij het bodyboarden. Cool, vet. Nou, laten we ons dan gaan omkleden. Ja, goed, gewoon naar binnen. Dankjewel. Zo, dames, leuk. Allereerste keer begreep ik. Ja, zeker. Dit is zometeen het bord waar we mee gaan beginnen. Dit is een bodyboard. Het heeft een blauwe kant en een witte kant. De witte kant, zo de onderkant, ligt altijd op het water. Dus wij liggen met onze armen helemaal hier aan de achterkant. Je ligt zo meteen hier. Pak je ellebogen tot je vingers, helemaal aan je onderarmen. Dus dat zie je allemaal achter op je bord. Yes, ze gaan dus niet allemaal zo voor op je bord liggen. Dan kan je niet goed sturen en alles. Dus blijf lekker achter op je bord liggen. Zodat je zo lekker kan sturen. Als je hier zo staat, pak je je bord vast. Je ellebogen vast op
de achterkant van je plank. Dus ga je een beetje door je knieën. Doe jij net of het een glijbaan is, laat je gewoon rustig naar voren glijden. Flessen. Maar wat hebben we allemaal nodig? Wij hebben nodig 4 plastic flessen, duct tape, 2 houten plankjes, bezemsteel. Verder nog een schaar om in de fles te knippen. Touw. Stap. Hey. Pak alle 4 de flessen en ga van 3 daarvan zowel de bovenkant als de onderkant eraf knippen. Oké, we hebben dus nu 3 flessen van de bovenkant en de onderkant afgesneden is. En 1 fles waarvan alleen de bovenkant erop zit. Nou, nu gaan we bij elke fles sliertjes knippen. Even kijken, hier zo. Heb je sliertje? Aha. Doe je rondom de hele fles. Bij elke fles. En dan gaan we door naar de volgende stap. Oké. Knippen maar. Dus de 3 plastic flessen die zo knip. En die schuiven we in elkaar. Nou, je schuift dus de fles met de dop, schuif je boven die andere langs. Die touwtjes zijn bevestigd. Nu gaan we de plankjes gewoon vast aan vasttapen. Zo, nu heb je dit. Jongens, de allerlaatste stap. We gaan nu de bezemstok in de dop doen. En dan is je bezem klaar. De volgende live hack en alles draait om liefde. Want wat gaan we nou doen? We hebben hier een fles. En op die fles gaan wij een liefdesbericht sturen naar iemand. We hebben een fles en we hebben een kleurmarker die bij de inhoud van die fles kleurt. Ik ga een liefdesbericht schrijven voor Julia. Alsjeblieft, heel speciale cola voor jou. Hè? Huh? Ik zal mijn gevoel draaien. Oké, deze. Nou, joh, dat is echt de life hack for life. Dit was het! Ja. Nou, joh, wat heb je iets gehad van onze life hacks? Ik hoop dat je het leuk vond ook. En, Ja, wij gaan nu samen lekker op date, toch? Gaan jullie lekker op date? Dit het gaat lekker mee met mij. Hey, laat hoor! Nou, ik ga dan maar gewoon weer terug naar Romy. Jongens, succes. Als je vriend bent, schrijf een liefdesbrief. Met your love. Oké, ik vind dat jullie op zich best wel goed doen. Ik geef jullie nu een kleine opdracht. Ik vind dat jullie op je knieën mogen een keer proberen. Dus, zal ik dat zo nog even voordoen, dan ga ik jullie daarbij helpen. Is dat goed? Ja. Top. Oké, we moeten dus op onze knieën, maar ik mag geen gevaarlijke dingen doen. Want ik ben een serie aan het draaien, dus ik ga het niet doen. Maar wil jij het wel doen? Ik ga het wel proberen. Ik ben trots op je. Cool. Surfen naar Suus en kijken hoe het bij haar gaat. Hey, dat
Hoi. Hey Suurtje, wat is jou nog? Ja, leuke die van jou? Ja, ook super leuk. Wat heb jij gedaan? Ik heb nieuwe dingen gemaakt van Coca-Cola flessen. Ja, awesome. Ik heb gebodyboard, dat was heel vet. Maar volgens mij heb jij goed nieuws. Ik heb zeker goed nieuws, want CoTV gaat next level. En we krijgen allemaal super leuke nieuwe vloggers die ons dingen gaan vertellen over muziek, fashion, gaming en sport. Kortom, hou CoTV in de gaten. Ja, en wil jij de vorige video van Coolbox zien? Klik dan hier. De vorige video van Frisjes, klik dan hier. Wie vind jij vandaag het leukste? Hashtag Team Romy. Of hashtag Team Suus. En vergeet natuurlijk niet te liken en te abonneren. En dan zien we jullie zo meteen later weer ooit een keer op CoTV. Doei!